Ja, ik praat verder met Jo de Roo van Open VLD. Dag meneer de Roo. Ja, veel vragen, ook van u, over onderwijsassistenten. Mm-hmm. Zijn ze nodig, zijn ze niet nodig? Moeten ze komen, moeten ze niet komen? Nu, uit al wat ik de minister heb horen zeggen, leid ik af, ja, geen sprake van, die komen er niet, dossier van de baan. Ik denk dat het belangrijk is om een tweede ding te onderstrepen. Iedereen die vandaag gesproken heeft, beseft dat het lerarenberoep een zwaar beroep is en dat extra hulp nodig is, dat extra handen in onderwijs nodig zijn. Ja, ik kan het ook zo interpreteren, het is een noodkreet. Het is een noodkreet en dan is de vraag, hoe ga je ermee om? Waar zijn de handen het meeste nodig? En wij stellen met z'n allen vast dat er heel veel vraag is om hulp, omwille van bijvoorbeeld planlast. Heel veel administratie aan leerkrachten opgelegd wordt en waar leerkrachten eigenlijk niet warm van worden. Ja. Mensen in het onderwijs... Maar meneer de Roo, laat me wel wijzen, dit is geen vraag van gisteren. Hè? Nee, absoluut niet. Maar dan is het des te spijtiger dat degene die dit voorstel doet, eigenlijk de afgelopen jaren hetzelfde had kunnen doen als de Vlaamse regering. Want de Vlaamse regering, de minister van Onderwijs en de meerderheid hebben ingezet om die planlast te verminderen vanuit Vlaanderen. Op de stukken waar wij verantwoordelijk voor zijn. Maar wat zien we? En ik kom nogal omdat in school dat er ook heel veel dingen gevraagd worden waar het parlement nooit achter gevraagd heeft. Zegt u nu, het zijn de koepels die van alles vragen en daardoor de administratie? Zij zijn een van de partijen, pedagogische begeleiding, inspectie, de onderwijsadministratie, de koepels, lokale inrichtende machten. Dat zijn allemaal mensen die dingen vragen. En als we met z'n allen wat minder vragen, dan hebben leerkrachten meer tijd om met onderwijs zelf bezig te zijn. Zegt u nu, wij hebben ons werk gedaan. Nu is het aan de anderen om rond planlast, moet ik zeggen, heeft deze Vlaamse regering de grootste stap gezet in de afgelopen 20 jaar. En is het nu eigenlijk aan de anderen. Hè? Dus we moeten eigenlijk niet vragen, wat kan de overheid voor mij doen? Maar wat kunnen wij doen om onze leerkrachten op die manier vooruit te helpen? Een van die koepels, dat is het gemeenschapsonderwijs. Mm-hmm. Voor een goed begrip, die vraag naar onderwijsassistenten komt niet van hen, komt van het katholiek onderwijs. Maar goed, de topvrouw van het gemeenschapsonderwijs, Raymonda Verdijk, roept op om een debat te houden over de kerntaken van leerkrachten. Wat zijn die voor u, die kerntaken? Wel, ja, met jongeren bezig zijn, vakinhoud geven, rond attitudes werken, met die groep werken op basis van de talenten van de kinderen. Dat betekent dat je voor sommigen wat sneller moet gaan, voor de anderen wat moet gaan inhalen en dat je zorgt dat je met die groep kan vooruitgaan. En dat zijn de kerntaken. Ik stel vast dat leerkrachten zeggen, we komen er niet toch te weinig. Nee, maar de minister heeft ook verwezen naar de grondige of de zwaardere juridisering van onderwijs. En dat is een stukje dat ook onderwijs zichzelf oplegt. Het is niet omdat er één keer een school veroordeeld wordt omdat ze naar het rapport te weinig motivatie gegeven hebben, dat iedereen elke dag papieren moet gaan invullen in onderwijs. Uiteindelijk is de leerkracht werkt dagelijks met leerlingen. Hij is de best geplaatste om kinderen te evalueren. Moet daar zo'n ganse paparasserij rond zijn? Nee. Ik heb zelf als lokale inrichtende macht, als schepen, de afgelopen 4 maanden 5 doorlichtingen meegemaakt. Bijna elke keer zei de inspectie, maar dat hebben we eigenlijk niet nodig. Dat hebben we niet nodig. En dan is de vraag, waarom zit dat zo ingebakken om zoveel papier te produceren? Wie maakt dat omdat, papier? Omdat blijkbaar sommige leerlingen, zoals u zelf zegt, uiteindelijk tot bij de Raad van State schooluitslagen gaan aanvechten, omdat je moet kunnen aantonen als leerkracht, ik heb die leerling die score toegekend, omdat hij dat en dat gepresteerd heeft. Maar bij een goede evaluatie van leerlingen, en dan is dat een van de kerntaken van leerkrachten, dan is dat ook voorzien. Ja. Maar goed, deze meerderheid heeft ook wel de klassamenstellingen veranderd door de invoering van het M-decreet. Kinderen die meer zorg behoeven, zitten nu bij andere kinderen in het reguliere onderwijs, als ik het zo mag uitdrukken. Was dat wel een goed idee achteraf bekeken? Want het heeft wel gezorgd tot een hogere werklast voor de onderwijzer. Ja. Ten eerste moet ik u een beetje verbeteren. Het is de vorige meerderheid dat goedgekeurd heeft. Wij hebben dat decreet nooit niet gestemd als Open VLD, maar we hebben het wel geërfd. En we hebben gezegd, we gaan daar ook zeer loyaal die wetgeving uitvoeren. En we zorgen dat scholen meer ondersteuning krijgen. Het is deze legislatuur ingevoerd, zeg maar. Wel, het is niet. Pascal Smet heeft het hier ingediend. In de vorige legislatuur is het dan gestemd. En deze regering heeft eigenlijk en deze meerderheid de verschillende keren dat M-decreet gerepareerd. Goed. Hoe hebben we het gerepareerd? Het meer mensen op het terrein. Het verandert mijn vraag. Nee, de klassamenstelling is veranderd. Maar de klassamenstelling is al heel lang aan het veranderen. En het M-decreet is daar, denk ik, een heel belangrijke druppel voor veel leerkrachten geweest. Moet je daaraan geen 2 mensen in de klas zetten? Of misschien wel 3? Maar je moet naar de cijfers kijken. We hebben ongeveer 4000 scholen in Vlaanderen. En als je het aantal kinderen dat die niet meer in het buitengewoon zitten, dan gaat dat niet over 100.000 kinderen, dan gaat dat over een paar duizend kinderen. De kreet die daaronder zit, is een kreet van leerkracht. En we zien dat ook in het tijdsonderzoek. Ik heb te weinig tijd om met mijn core business bezig te zijn. Nogmaals, een van de stukken van waar een leerkracht mee bezig zijn, is met de jongeren werken. Effectief, met jongeren die sneller kunnen werken, met jongeren die trager zijn. En geef hun daar de tijd voor. En daar hebben we nog veel werk. Ik wil wel zeggen,
De vraag naar extra handen in de klas heb ik namens mijn partij wel duidelijk beantwoord. En ja, op vlak van kinderverzorging in het kleuteronderwijs, bij de jongste kinderen. U staat daar trouwens op dezelfde lijn als de Christelijke Vakbond COV, die net dezelfde vraag heeft gesteld. Maar goed, als iedereen het erover eens is dat er nog veel moet gebeuren, dan komt het nog wel goed. Bedankt voor dit interview, Jodero. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Ik wil nog meegeven, hier zijn in de loop van de namiddag nog een aantal andere vragen gesteld, onder meer over gokreclame op bussen van de lijn. Die vragen die kan u bekijken volgende zaterdag vanaf 6 uur 's avonds. Bedankt, dag. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.